En super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan we iets super vets doen op Star Stable. Je hebt het vast al een beetje aan de titel of aan de thumbnail gezien. Dus heb je alvast heel veel zin in deze video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. En ik ga maar gelijk beginnen met wat er dus op Star Stable is uitgekomen. Ja, niet echt uitgekomen. Want ik weet nou niet zeker of het een bug is. En een bug is dan een foutje in het spel. Of dat het echt een nieuwe functie is. Maar dan zit het echt op een best wel rare plek. En jullie denken nu vast, maar wat is het dan precies? Ik wil nog eventjes zeggen, als jullie deze video kijken, dan kan het zijn dat het uit het spel is gehaald. Dus dat jij dit nu niet meer kan doen. Maar dat weet ik dus niet zeker. Oké, ik ga jullie niet langer verwarren en zo. Ik ga het jullie maar gelijk laten zien. Het is super vet. Oké, wat ik als eerste eventjes moet gaan doen is een wild paard worden. Want anders dan lukt het niet helemaal. Als ik nu hier zo bij instellingen op het spel klik en ik doe de afstand tot de camera op zijn, ja, dichtstbij. Als ik dan in de fotomodus ga. Oh. Paard, kijk eventjes recht. Ja, oké. Okay. In de fotomodus ga. En dit is dan het blikveld. Daarmee kan je inzoomen of uitzoomen. Als ik die helemaal inzoom, dan zien jullie al wat er een beetje gebeurt. Het lijkt alsof ik op de paard, of op de rug van het paard zit. Dat bedoel ik te zeggen. Als ik nou uit de fotomodus ga, dan blijft dit zo. Dus je ziet nu al wat we hebben gedaan. Nu lijkt het dus alsof ik echt op de rug van mijn Star Stable paard zit. En dit is zo super vet. Alleen, ja, dat had ik dus net ook al gezegd. Ik vond het echt super cool toen ik dit had. Ja, eigenlijk had een kijker had dit tegen mij gezegd in de comments. En toen ging ik het uittesten. En toen dacht ik van, wow, dit is echt heel vet. Hier wil ik een video van maken. Dus nou ja, bij deze. Het ziet er echt super vet uit alsof je op de rug van je paard rijdt. Maar kijk, nu zit ik dus ingezoomd. En als ik nu weer in de fotomodus ga en ik ga helemaal uitzoomen, dan ben ik helemaal uitgezoomd. Ziet mijn paard er een beetje heel gek uit. Dus eigenlijk alles wat je nu in de fotomodus doet, dat blijft Star Stable zeg maar onthouden. Als ik dit doe, gaat hij dan ook? Wacht, ga het gewoon testen. Wow! Nou oké, dus hier gaan we eventjes de hele video lang mee spelen en uittesten en kijken, ja, wat we allemaal kunnen doen. Want dit is echt super raar. Als ik hem nou uitzoom, dan zien we dit. Wow, kijk, dit is, kijk, zag je die benen van het paard? Wacht. Zag je hoe lang die benen werden? Kijk! Wow, het begint er gewoon op frietjes te lijken. Maar ik zeg het nog maar eventjes. Als jullie deze video kijken, ik weet niet of dat op een woensdag of op een maandag is. Maar dan is de kans heel groot dat Star Stable deze fout heeft gezien en dit uit het spel heeft gehaald. En dat jij dit dus niet meer kunt doen. Maar dat is juist leuk dat ik het nu ga doen voor jullie. En dus alles ga uittesten wat we hier hebben. Oké, we gaan hem weer eventjes resetten. Ik zoom eventjes mijn paard uit, want ik zit wel heel dichtbij. Maar kijk, wat je nu trouwens dus ook kunt doen is dit. En dan doe je dus je fotomodus aan. En dan helemaal op zijn groot zetten. En kijk hoe klein je paard nu is. Je loopt nu eigenlijk met een slijgpaard. Kijk hoe super schattig. Het lijkt net alsof het een miniatuurpaardje is. Maar dit is super handig om natuurlijk dus ook met races te gebruiken. Dus we gaan in deze video races doen, missies doen. We gaan naar mooie gebieden. Want dan gaan we natuurlijk die first person perspectief uittesten. Want het perspectief wat jullie net aan het begin van de video zagen, ik zal nog even goed laten zien. Dit, als je zeg maar dit beeld hebt, dit heet first person. En dit willen zo super veel mensen in Star Stable. En ik zelf ook. En dankzij deze fout, ik denk dat het een fout is, kan je dit dus nu uitproberen. Oh ja, ik ben zo enthousiast. Ik heb zoveel zin om dit allemaal uit te testen. We gaan eerst eventjes gewoon op het standaard. Loopt er nou een eekhoorn in de tuin? Ja. Oh jongens, we hebben steeds eekhoorns in de tuin. En die, we hebben een walnotenboom en eekhoorns. Wat doen die eekhoorns? Die plukken die walnoten uit de walnotenboom. En die gaan ze begraven in de tuin. Maar letterlijk overal in de tuin. Dus als je in de tuin loopt en je kijkt even van, hé, wat ligt daar nou? Ligt daar een walnoot? Is dat een eekhoorn geweest die zijn walnoot daar heeft verstopt? Dus ja, we gaan het ook niet weghalen. Want dat vinden we zielig voor die eekhoorns. Dan is hun wintervoorraad weg. Want ze zijn gewoon een wintervoorraad aan het opbouwen. Maar oké, wat wilde ik dus zeggen? Dat we eventjes vanaf boven aan gaan beginnen. Huh? Oh, dat is de helderheid. Wacht, ga eventjes normaal. Dat ik eventjes wil uittesten wat we allemaal kunnen gaan doen. Oké. Wat dus ook werkt is, wow, dit is trouwens echt een mooie foto. Scherpte, diepte. Kijk, je ziet het, dat loopt niet bij alle computers even lekker. Het loopt niet bij mij even goed. Want kijk, je ziet dat mijn muis nu een beetje vastloopt. Maar nu heb je dus die scherpte, diepte, dat de achtergrond onscherp is en wij, dat paard, is scherp. En als je dit weghaalt, kijk, dan blijft je omgeving dus onscherp. Dus dat is super vet voor video's en alles. Kijk, je eigen paard is helemaal scherp. En de omgeving is onscherp. Oh, dat is zo gaaf. Alleen, kijk, ik weet niet of dat ook bij jullie nu is. Bij mij loopt die niet echt helemaal. Niet helemaal. Hallo? Hallo, mag ik weer in de fotomodus alsjeblieft? Huh?
Oké, ja. Hij is dus niet... hij reageert niet heel snel. Dus dit zetten we maar weer uit. Dat gaan we niet gebruiken tijdens de video. Helderheid, als je dat dus verplaatst, dan... wow, nou schijnt de zon wel ineens heel erg. Oké, contrast hadden we net al uitgetest. Verzadiging, daarmee worden de kleuren heel erg fel. Wow, kijk hoe fel dit is. Die circus tent is nou wel heel erg roze. En alles is zo groen en blauw. En hallo, ik wil naar rechts, maar mijn paard gaat naar... Oh, hij gaat ook naar rechts, maar... de toetsenbord doet het niet meer. Oké, okay, nou ja, dit ziet er ook wel heel zielig uit. En dan heb je vignet, daarmee kan je dus hier, ja, dit, dan blijft dit staan, maar dat is niet zo heel bijzonder. Maar het schijnt dus ook dat het logo blijft staan, of de filters. Zou het logo blijven staan? Oh nee, die gaat wel weg. Oké, dan zetten we dat logo weer uit, want dat is een beetje irritant. Ga maar weg, logo. Ga weg, hallo. Ga weg, logo. Ik hoef jou niet, ik wil andere dingen uittesten. Oké, dus nu kunnen we ook filters toevoegen. Dus dit. En die blijven dus ook gewoon staan. Kijk hoe cool. We rijden nu dus gewoon met een filter. Nou, hartstikke leuk. Wat we dus als eerste willen gaan doen, of wat ik als eerste wil gaan doen, is... Oh, kijk, nou verdwijnt die. Maar zo blijft die weer staan. Oké, jongens, ik ga het nog eventjes één keer zeggen. Als je pas nu in de video... Hey, hallo, ga weg. Maar ga weg, ik wil geen filter meer, dat is irritant. Wat ik dus nog een keer wil zeggen, voordat er mensen zijn die nu pas in de video komen. Waarschijnlijk als jullie dit kijken... Hey, waarom gaat die niet weg? Nou... Of moet ik dit misschien doen? Ja, oké, hij is weg. Dit kan je waarschijnlijk niet meer doen. En als je het wilt proberen, dan kan je het gewoon doen door in je fotomodus. En dan gewoon weer uit je fotomodus. En dan weet je of het werkt of niet. Waarschijnlijk werkt het dus niet meer als jullie kijken. Ja, daarom neem ik deze video op. Zodat jullie alsnog kunnen kijken van wow, hoe ziet het er precies uit. Wat natuurlijk ook belangrijk is, is dat je een wild paard wordt. Want anders zit denk ik je poppetje in de weg. Wat ik nu wil gaan doen... is, even denken, wat kunnen we gaan doen? Want we kunnen wel een race gaan doen, maar het is 10 uur 's ochtends. Dan zijn er niet echt van die wedstrijden, dus we kunnen wel gewoon een normale race doen. We kunnen die circusrace gaan doen, want dat is natuurlijk in een tent. En als je dan heel erg gaat uitzoomen, dan zou je eigenlijk buiten die tent moeten racen. Snappen jullie een beetje wat ik bedoel? Oké, dus we gaan de circusrace doen. Maar eerst wil ik dus dat first person perspectief uitproberen. En waar kan je dat nou beter doen dan in Mistval? Nergens anders. Want Mistval is super mooi gebied. Eigenlijk is elk gebied mooi, maar hier is het, ja, kijk, een beetje saai, niet te veel bomen. Mistval is heel erg mooi, Greendale is heel erg mooi. Bij mijn homestable is het op zich ook wel mooi. Nee, we gaan lekker met de trailer naar Mistval en dan gaan we eventjes door het bos van Mistval rijden met z'n allen. Oké, ik zit dus nu op de rug van mijn paard. En wacht, ik zit eventjes verkeerd nu, want ik ga nu de heuvel af, dus daardoor zie je nu het zadel. Dat is natuurlijk wat minder realistisch. Het is wel een beetje irritant, want elke keer als je hier dus uit wil, dan moet je weer de fotomodus aanklikken. En dan dus je blikveld groter maken. Kijk, zo ziet het er echt super vet uit. Maar kijk, nu ga ik stappen. En dan ziet het er dus echt, ja, heel echt uit. Je kan zo ook rondkijken van, oké, wat zien we eigenlijk? Alsof ik een echt paard rijd. Als je gaat draven, dan zie je dat ook nog. Maar ga je in de galop, dan gaat het al ietsjes minder worden. Kijk maar, want je ziet wat meer van het zadel. Je zit eigenlijk niet meer echt op het paard. Maar ga je galop doen, dan gaat hij nog verder eruit. Kijk, ga je nog harder, dan gaat hij nog verder. Dus het is het leukste om te doen in de stap. En als je, ja, kijk hier, je kan draaien. En dan zie je echt zo het hoofd van het paard, het draait mee. Echt zo cool is dit. En wat gebeurt als ik ga stijgen eigenlijk? Wow, oké, er gebeurt er niet zo heel erg veel. Ik dacht, misschien gaat de camera zo mee naar achteren. Maar dat gebeurt niet. Wow, het ziet er echt heel cool uit. Je ziet het paard heel dichtbij. Wow. Oké, en nou de piaf. Of nee, de Spaanse pas. Want dit paard kan natuurlijk de Spaanse pas. Oké. Je ziet wel dat hij het doet. Want je ziet natuurlijk zo het hoofd bewegen. En hij gaat vooruit, uiteraard. Maar je kan vanaf de rug... Oh, je moet natuurlijk naar beneden kijken dan. Oh ja, super schattig. Oh, kijk nou. Dit is echt zo leuk. Ik hoop echt dat Star Stable dit blijft houden. Of dat het op een andere manier, zeg maar, alsnog in het spel blijft. Want dit is zo super schattig. Oké, we gaan eventjes naar het water. Want dat is ook wel leuk. Misschien hoor je dan de hoeven van je paard in het water. En splashed het water op of zo. Volgens mij hoor je wel dat geluid. Oh, hier is het water al. Oké. Kijk hoe echt dit eruit ziet. Hé, waarom zit daar een handje? Huh? Spin gevonden. Ah! Ik heb een spin gevonden. Oké. Eén van Alberta's kindjes. Goed paard. Ga jij maar hierheen. Hoor je water? Even kijken. Of ik het geluid wat harder voor jullie kan zetten. Oh nee, dat is muziek. Dat zet ik niet harder. Ik hoor geen water. Jullie? Oh, vlinder. Hé, een kikker. Hé, maar kunnen we nu ook zwemmen dan? Wacht. Oh, volgens mij kunnen we zwemmen. Kijk hoe ver we gaan. Mijn paard verdrinkt bijna. Oh, nee. Ga terug. Oeh. Oh, ik ben teruggestuurd op de kant volgens mij. Ja, oké. Wacht, maar wat gebeurt er als we in het water gaan?
En als je die melding krijgt, dan op de fotomodus. En als we er nu uit zouden gaan, zouden we dan in het water blijven? Nee, oké. Okay. Ja, we blijven wel in het water, maar alleen om een foto te maken. En dan word je dus weer teruggestuurd. Oké, Snow Angel, we gaan weer terug. Dam. Maar hoe zou dit er dan uitzien op een heel groot paard of een heel klein paard? Want die hebben natuurlijk een grotere nek. En een klein paard natuurlijk een kleinere nek. Dus dan zou het perspectief ook weer anders moeten zijn. Oké, dus dat gaan we... Oh, en als je gaat bokken op je Mustang. Wow, jongens, we hebben nog zoveel om te doen. Kijk hoe realistisch dit eruit ziet. Oh, het is zo vet. Wow. Oh, echt heel cool. Ja, zo jammer. Waarschijnlijk als jullie dit zien, kan je dit niet meer doen. Wat je dus ook nu kan doen, is natuurlijk fotomodus. Oh, huh, we zijn ineens verplaatst. En dan doen we ook scherptediepte aan. Ja, en dan klikken we op het hoofd, want wordt het hoofd scherp en de rest onscherp. Doen we de fotomodus weer uit. Kijk, wauw. Nu is alles onscherp, want dat hebben we net aangeklikt. Maar ja, hij loopt een beetje vast. Hij gaat niet heel soepel of zo, maar... Ja, nou eigenlijk, ik weet niet. Zie, vinden jullie dit er echt uitzien? Ik vind het andere er wat echter uitzien. Want als je ineens gaat paardrijden met je paard, dan is wat je ziet ook niet onscherp. Kijk, dit is wat echter. Ja, dit ziet er beter uit. Oké, wat ik dus nu wil gaan doen, is naar Nilmers Hoogland. Oké, we gaan gewoon eventjes zo, la la la. En dan gaan we dus die circusrace doen en dan helemaal uitzoomen. Dus kijken wat er dan gebeurt. Oké, en wat als we... Dan gaan we nou ook even hier uitzoomen. Oh, we gaan gewoon eventjes met een hele erg gekke filter rijden. Dat is ook leuk. Dit wordt echt heel erg. Oké. Oh, kijk, nou lijkt het net alsof je in de nacht zit. Wow, kijk dit. Oh, dit ziet er super eng uit. Wow. Wow, maar ik zie helemaal niet waar ik rij nu. Ah, challenge. Hoe kom je terug waar je... Ah, er loopt iemand. Ah, het is een spook. Ik ben ook echt als enige helemaal wit. Wow, dit is zo cool. Nou moeten we natuurlijk wel de trailer vinden. Oké, hoe gaan we dat doen? Oh, kijk hoe eng dit eruit ziet, joh. Wow, wat als we er nu nog een filter overheen gooien? Van zwart-wit of zo. Kan dat? Oh, dat kan nu niet. Hij pakt hem niet. Oh, we hebben hem natuurlijk uitgezet met dit. Wow. Oh, wacht, ik wil weer terug naar die. Geen logo. Oh, dit hebben we ook nog. Oh, die ziet er pas eng uit. Retro. Oh, hij pakt hem niet. Of wel? Huh? Oké, soort van. Oké, maar hoe ziet die andere er dan uit? Deze? Daila of zo, weet ik veel wat. Wow, kijk. Wow, wat is dat? Woe, het is een geheim portaal. Oké, we kunnen er niet in. Wow, Star Stable wordt echt zo'n Halloween game op deze manier. Wow, kijk wat daar gaat. Zien jullie dat? Oh, en daar loopt iemand. Hé, maar wat zijn dat dan? Dat lijken net van die fruitvliegjes. Oh ja, het zijn ze ook inderdaad. Nee, niet fruitvliegjes, maar van die vliegjes die licht geven. Ik weet even niet hoe die heet. Wow, wat zijn dit? Ah, ik wil naar de trailer, maar ik kan... Oh, volgens mij gaan we in ieder geval wel goed, want we gaan op een pad. Oh, ik kan natuurlijk ook op dat kleine kaartje hier kijken. Maar dat vergeet ik uiteraard weer. We gaan wel goed. Ja, hier is de trailer. Oké, mooi. Hoe, gevonden. Dan gaan we nu naar Nilmers Hoogland. Ja. Ik heb nog steeds genoeg geld, gelukkig, om dat uit te geven aan de trailer en alles. Ik geef elke keer zoveel geld uit aan die trailer. Maar ja, het is gewoon super makkelijk, jongens, de trailer. Alleen, het kost je wel elke keer geld. Oh, zou mijn filter nu nog aanstaan? Ik ga wel even alles resetten, want anders kan ik echt niet de weg vinden in het circus. Want het circus is natuurlijk... Wow! Huh, maar wacht! Wacht eens even! Wacht! Wacht. Ja, ik zie wat er nu gaat gebeuren. Ga ik nou uit de fotomodus? Ik heb het donker gemaakt. Oh, even mijn filtertje uitzetten. We kunnen nu gewoon rijden in de nacht, terwijl het niet eens nacht is. Dit moet echt blijven bestaan, want ik neem best wel... Nou, niet vaak eigenlijk. Als ik video's opneem met is dat best wel vaak in de avond. En weet je hoe dat licht er dan uitziet? Dat ziet er... Een beetje zo uit. En dat is natuurlijk best wel donker. Dus hoe vet zou het zijn dat als het overdag is, of 's nachts is, dat je dus gewoon licht kan maken en in het licht kan rijden. Oh, maar nu kunnen we dus het andere, ja, tegenovergestelde doen. We kunnen nu in de ochtend rijden, we kunnen nu in de avond rijden, 's nachts. Dit is dus 's nachts. Kijk hoe vet het is. Ik had het helemaal niet eerder door. Terwijl we natuurlijk al eerder dat hadden aangeklikt. Maar wow, dit is wel echt leuk. Ja, ik ben wel vaker op Star Stable dat het zo met sterretjes is. Alleen niet... Overdag, want dan kan het niet. Oké, we gaan de race doen. Ik zet hem eventjes op gewoon overdag. Resetten, filter uit. Filtervervaging. Oké, en dan gaan we nou... Oh nee, wacht. Dan moeten we even via hier doen. Ik krijg weer die hik, jongens.
poep. Oké, afstand tot de camera paard zetten we eventjes helemaal uit. Oh, wacht, dat hebben we net gedaan. Dan gaan we naar de fotomodus, dan doen we het blikveld helemaal groot. Ah, dan hebben we onze mini slijgpaardje weer. Het beeld is echt zo raar op deze manier. Zien jullie het ook op die manier? Ja, jullie zien het ook zo. Wow, oké. Dan gaan we weer. De magische circusrace van Iris in de herkansing. Ja, die wil ik graag doen. Race tegen zee, terwijl je bent getransformeerd in een magisch paard. Oh! Ja, kijk, nu kan je dus vet goed die race doen, want je ziet alles heel goed. Maar ik dacht dat je dan, omdat je zeg maar in een tent zit, dacht ik dat je dan zo ver ging uitzoomen dat je dan buiten die tent zou gaan. Maar dat is dus niet het geval. Maar we hebben altijd nog die circus waar we in kunnen. Heb ik dan wel mijn circuskaartje bij me? Ja, ik heb hem wel bij me, dus dat gaan we even testen. Oké. Nu kunnen we dus trouwens ook op dit gouden paard rijden. Wacht, dat gaan we weer eventjes doen. Oh shit, dan gaat mijn paard natuurlijk remmen. Dat is ook weer niet handig. Afstand tot de camera paard. Die zetten we uit. En eventjes gauw het blikveld. Doen we weer inzoomen. Ja, kijk, we rijden op een goud paard. Woejo. Kijk hoe vet het eruit ziet. Oh, nou kunnen we door deze dingen heen springen. Ja, dat is trouwens ook wel de bedoeling. Wow. Oh, ik hoop echt dat dit blijft bestaan. Hey Star Stable, als je dit kijkt. Dit is echt superleuk. En dat maakt echt, ja, gewoon het spel nog echter of zo. Alsof je... Ja, echt een paardrijd. Oh, dan moeten we goed uitkijken. Want ik kan natuurlijk niet heel goed van alles van links en rechts bekijken. Oeh, ik werd geraakt door zo'n ding. Maar hij gaat gewoon door. Dat komt natuurlijk omdat ik van goud ben. Dus ik ben natuurlijk heel mooi. Wow, kijk hoe gaaf. Hij glinstert ook echt. Oh nee. Oké, het is wel ietsjes moeilijker. Want ik heb het idee dat ik minder snel kan draaien of zo. Oké. Ik moet zeggen dat ik dit beeld wel het leukste vind. Als je gewoon... Alsof het lijkt alsof je op de rug van je paard zit. Even kijken of we nog meer leuke dingetjes hier zo kunnen doen. In Greendale wil ik sowieso rijden. En oh nee, wat nu? Oh nee! Oeh, paard! Oké, we leven nog. Huh, maar waarom is er ineens oranje? Oké, nou ja, het zal wel. Kom op, doorrennen paard. Oh, dit is waarschijnlijk ook echt de enige video dat jullie dit beeld zou kunnen zien van mij. Daarom wilde ik dit ook zo graag opnemen. Want als ik dit opneem, ik zal het jullie vertellen, dan is het de dag voor Horse Event. En ik heb zo'n idee dat jullie dit op 25 september zien. Dat weet ik niet helemaal zeker. Of jullie zien dit op een maandag of op een woensdag. En als dit op een woensdag online is gekomen, dan weten jullie natuurlijk dat ik nu... Wat moet ik nou doen? Wow! Huh? Ik zit op een bal! Wow! Wow, kijk daar gaat mijn mattie ook op een bal. Maar wat ik dus wilde zeggen, is dat... als dit op een woensdag online komt, dan weten jullie dus dat ik geen update heb opgenomen. Waarom zit hij ineens daar? Ik wil er ook heen. Huh, maar dan zijn we nu dus toch even ver. Ja, kijk, nu kan ik hem weer inhalen. Haha, sukkel. Oh, dit is echt trouwens oneerlijk, want nou heb ik dus hem ingehaald, terwijl hij al die tijd voorliep. En nou heb ik gewonnen. Oké, we hebben het gehaald. Hey, kijk, nu zit ik dus weer op de rug van mijn paard. Maar dan zit dus echt het poppetje in de weg. Oké, we gaan nu in het circus en dan helemaal uitzoomen. En dan hoop ik dus dat we buiten het circus komen. Kijk maar, als je hierin gaat en je gaat super ver uitzoomen. Ja, dat moet toch wel dat je buiten het circus komt. Kijk, want het afstand tussen de camera en de paard. Het paard is zo groot. Oké, ik weet niet of dit gaat lukken. We gaan het gewoon proberen. Hallo? Ja, hoef je niet eens met een kaartje te gebruiken voor die circus tent? Dat moest toch altijd? Heb ik nou zo'n kaartje in mijn inventaris terwijl ik die niet kan gebruiken? Oh, nee, het werkt niet. Nou ja, de tent is gewoon super groot. Dus ik kom niet buiten de tent met mijn camera. En als ik buiten de tent ga, nee, dan gaat die soort van inzoomen. Oké. En wat gebeurt hiermee? Oké, dit is dus dit perspectief. Maar wat als we nu op de fotomodus drukken? En dit, ik denk dat dit niet zo heel veel effect heeft. Nee, dit heeft geen effect. Oké, nu zijn we gewoon weer op de normale dingen. Wat wil ik nu doen? Eventjes van paard wisselen. En dan wil ik... Tantara, heb ik mijn XP trouwens wel opgehaald? Wel handig dat ik dat deed met dit paard, met Snow Angel. Want die is natuurlijk nu... Oh, nu level 6. Oké, mooi. Hoeveel XP kreeg ik eigenlijk? Weten jullie dat nog? Ik ga nu dus op mijn Shire. En daarna op een Welsh. Maar ik denk dat een Shire of zo... Oh, ik heb natuurlijk mijn Clydesdale. Die zijn veel mooier. Want die Shires die zijn echt lelijk. Ik vind dat echt geen mooie Star Stable paarden. Oh, ik ben ook zo benieuwd, hè. Als jullie dit zien, of dit nog bestaat of niet. Ik denk het dus niet. Dat zou wel jammer zijn. Maar misschien heeft Star Stable deze video dan wel gezien. Mijn reactie gezien. En dachten ze van, oké. Jongens, boys. We gaan deze functie invullen op Star Stable. Want dit is echt heel cool. Oh, als we zo op die pony gaan rijden. Oh, als we op die fjord gaan rijden. Dan zie je die manenkant van bovenaf. Dat is ook leuk. Ah, zoveel te doen. Ik heb nog zoveel te doen in deze aflevering van Star Stable.
Tadam. Waar staat mijn Clydesdale? Ik denk haast dat hij in de wei staat. Dan moeten we die even gaan halen. Ik hoor. Ah, daar staat die big boy. Kijk, ik ga hem gewoon hierheen halen. Dan staat hij dichterbij, hoef niet zo ver te lopen. Hallo. Oh, kijk hoe cool. Hij is zo groot. En hij is ook echt level 1. Ik heb ook echt niet veel aan het paard gedaan. Wat erg. Oké. Okay. Dan gaan we nu eventjes uit. Oh, dan gaan we een strandrit maken. Wat leuk. Jongens, ik ben 20 jaar. Maar ik vind het zo ontzettend leuk. Vooral om te filmen en uit te testen. En om foto's te maken. Maar je kan hier in wezen gewoon altijd foto's van blijven maken. Van dat perspectief. Alleen... ja, je kan er dus niet mee blijven rijden. Want ik denk als dat Star Stable dit echt vet snel gaat verwijderen. Alhoewel, als ze dit wilden verwijderen, dan hadden ze het wel sneller moeten doen. Want, waarom is het strand hier zo kaal? Hoe kan dat? Er is hier echt wat veranderd. Oh ja, tuurlijk. Er is natuurlijk laatst een update geweest in dit gebied. Maar, wow, het ziet er veel minder leuk uit. Het ziet er een beetje neppig uit of zo. Nou, oké. Okay. We gaan eventjes terug naar waar we gebleven waren. Dit weer inzoomen. Dat moet natuurlijk wel wild worden. Hallo? Oké, okay, ja, ik wou net zeggen. Ga even weg, poppetje. Blikveld, zoom helemaal in. En ik zit op de rug. Dit paard heeft een veel kortere nek. Zien jullie dat? Ja, het leek net alsof die Andalusier, die had volgens mij een veel grotere nek. Oké, okay. Maar wacht. Als we nu het zadel natuurlijk afdoen. Het dekje en het zadel. Zadel, hallo. Ga af. Kijk, dan ziet het er weer wat beter uit. Want dan zit het zadel niet in de weg. Wow. Oh, dit is echt leuk. Maar bij die Andalusier vond ik het wat mooier. Dan moeten we toch nog eventjes het andere paard kiezen. Ik bel mijn paardentaxi terwijl letterlijk mijn homestable 4 meter verderop staat. Jongens, ik ben gewoon te lui om dat te gaan doen. Ik ga niet meer lopen dan nodig is. Kijk, dit ziet er beter uit als hij zijn hoofd wat hoger heeft. Oh, die IJslanders hebben hun hoofd ook wel. Nee, ze moeten gewoon zeg maar niet aan de teugel lopen. Nou, niet aan de teugel, maar... nee, ja, je snapt wat ik bedoel. Hij moet gewoon zijn hoofd wat hoger houden. Kijk, een beetje zoals dit. Dan kan je wat meer tegen de harsjes voor je paard aankijken. Oké, okay, we gaan op de fjord. Dat vind ik leuk. Oh, ik moet echt zo eventjes al mijn homestable weer leegmaken. Want het is echt één grote chaos. Ho, ineens is mijn poppetje daar weer. Ik heb wel eventjes je hoofdstel nodig. En eventjes je... wacht, waar is dat? Oh, die is daar gekomen. Oké. Okay. En als ik nu ga inzoomen op mijn poppetje. Kijk nou. Dan zie je dus je poppetje van heel erg dichtbij. Oh, dat is op zich ook wel leuk. Maar wat gebeurt er nu als je je paard dan gaat vasthouden? Oh, dan moet ik hem wel eventjes een hoofdstel indoen. Dan kan ik hem natuurlijk meenemen. Leiden. Oh. Nou... nee, eigenlijk verandert er niet zoveel nu. Nee. Oké, okay. Geef je hoofdstel maar weer je paard. Want dan geven we dat eventjes aan het andere paard. Oh, dit is trouwens wel heel irritant. Ga gewoon maar eventjes de normale afstand die ik eerst had. Oké, okay, hallo Ghost King. Oeh, spannend. Ja, kijk hoe cool. Je zit nou gewoon tegen de manenkammers van je paard aan te kijken. Wow. Oké, okay, ik ga dus gewoon een rondje mijn homestable lopen. En dan wissel ik gewoon steeds eventjes van paard. Oh, kijk hoe cool. Dit is zo leuk. Het is echt schattig gewoon. Kijk, ik wist allemaal niet dat hier twee van die gekke strepen zaten. Maar het lijkt een beetje op een hond of zo. Op een zeehond. Het ziet er niet echt uit zo. Oh. Ik zie ineens, het zit ineens tegen de bibs van mijn paard aan te kijken. Wow, hij heeft echt een aalstreep van hier tot Tokio. Wow, echt cool. Oké, nou, dit paard heb ik nou ook wel weer gezien. Wish. Die IJslander. Of nee, op zo'n gek wild paard. Mijn regenboogpaard. Ja, oké, we gaan op mijn regenboogpaard paard rijden. Tam. Ik weet ook gewoon niet hoe ik deze video moet gaan noemen. Want als ik zeg rijden op een Star Stable paard, dan denken jullie allemaal van... ja, maar dat doe je toch normaal gesproken ook. Alleen nu rijd je heel anders op zo'n Star Stable paard. Hé, ik wist helemaal niet dat ik dit paard ook had. Level 4. Ik was helemaal het bestaan van dit paard vergeten. Hé, Popeye. Oh, ik moet echt weer eventjes een video op jou opnemen. Oh, die ziet er ook schattig uit. Maar hij heeft wel een heel klein hoofd. Je ziet zeg maar meer omgeving dan paard. Oh, kijk wat schattig. Nee, oké. Doei, Popeye. Tot de volgende keer. Ik was echt helemaal vergeten dat ik dat paardje had. Maar wat is die leuk. Dat is zo'n Chikon Tikon beest, volgens mij. Oké, deze zijn niet zo heel boeiend. Ik had toch ingesteld dat het iets uitgezoomder ging. Nou, oké. Ga ik ook weer naar mijn paarden? Hier zo. Rainbow Dash. Ja. Daar gaan we op. Wacht, waar is... Ik had hier toch een paard? Mijn Clydesdale. Waar is die naartoe gegaan? Waar is die gebleven? Ja, ze hebben mijn paard gejat.
Oké, okay, Altamori, Blue Flame, Cherry Bitter, Chippy, Coco Cookie, blablabla. Hotspot, Miss Welke, blablabla. Silver Stars, Peppermint, Daily, Wish Wish, Ghost King, Green Blush, Snow Angel. Waar is Big Boy? Is mijn paard nou gejat? Hè? Mijn paard! Oh, hier staat hij, maar... Hoe kan dat nou? Ik snap er niks van. Wat is dit? Waar is Big Boy? Hij heeft geen stal. Hè? Of kijk ik gewoon zo scheef? Zien jullie hem staan? Ik kijk echt scheef, denk ik. Ik zie hem niet. Nou, oké, okay, we gaan weer verder. Want ik wilde eventjes op mijn regenboogpaard kijken rijden. Om te kijken hoe die rijdt. Maar Big Boy heeft helemaal geen stal nu. Ik snap er geen poepsnars meer van. Maar als ik dan deze nu uit zijn stal ga halen... Wow, kijk dit! Wow, yo! Dat is gewoon een stekelvarken! Als ik nu dit paard uit mijn stal heb gehaald... Huh? Oké, okay, nou ja, het zal wel. Hé, ga even doorrijden. Ja, oké, okay, ik wil jou eventjes uittesten op het strand. Dit ziet er zo debiel uit. Ik rij echt op een eenhoornregen. Oh, ik moet zo echt op die eenhoorn gaan rijden, want dan heb ik echt... Oh, nee, Dory. Dat is waar ook. Hij wordt natuurlijk niet... Oh, dan moet ik eventjes naar Zuidenhoef, dan verandert hij. Dit ziet er zo raar uit. Kijk, het is net een neushoorn. Nou, oké, okay, we moeten even naar Zuidenhoef, want dan verandert die van kleur. Volgens mij gebeurt het al als je hier over de brug heen bent. Dat is wel super makkelijk aan deze homestable. Hoort regenboog! Wow, kijk die lucht. Wat is er mee aan de hand? Oké, okay, jongens, hoe kan dit? Waarom wordt hij niet... Wij gaan er weer af. Die. En dan gaan we nu naar op mijn eenhoorn rijden. Ja, daar gaan we de video ook nog mee doen. En welke paarden hebben we nog meer? Ja, mijn IJslander en dat berkbeest. Dit paard, ja! Kijk hoe cool! We rijden nu echt op een eenhoorn. Nou, of het een eenhoorn is, ik weet het niet helemaal zeker. Hij heeft wel een hoorn, kijk maar, dat kan je zien. Maar dat is volgens mij door zijn manen, die eruit zien als ijspegels. Dus eigenlijk is het een ijspegelhoorn. Maar jongens, ik vind het gewoon een hele mooie eenhoorn. Oké, jongens, ik ben echt al 10 minuten lang door heel Star Stable aan het rondrennen. Ik ging hier helemaal naar Zuidenhoef. Toen was ik hier, toen ging ik weer terug. Toen ben ik zo gegaan door het moeras, want ik dacht, daar wordt je normaal gesproken ook wild. Toen ging ik allemaal hierheen en nu ben ik in Greendale. Maar mijn paard wordt gewoon niet een eenhoorn. Of zeg maar niet zoals ik wil, dat hij die blauwe kleur krijgt zoals zijn home stable. Ik snap het niet, dat is dan wel weer heel raar. Want jullie zagen het toch ook bij dat regenboogpaard. Ook dat regenboogpaard verkleurde niet. En deze dus ook niet. Nou, dat is dan zeg maar wel één nadeel aan deze gekke functie, dat je paard ineens niet meer wild kan worden. Ik snap het niet. Het lukt gewoon niet. Of is er een nieuw knopje gekomen of zo? Nou, laten we dan nog maar één keer eventjes gaan uittesten in mijn homestable. Of zou ik nog eventjes hier een mooie foto maken? Ja, dat ga ik denk ik doen, want het is wel heel erg mooi hier. Kijk hoe mooi Greendale is. Wacht, dan moeten we natuurlijk wel weer eventjes goed zetten. Zo. Oh, een eekhoorn. Wow, 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 wow. Laten we die gaan achtervolgen met z'n allen. Misschien gaat hij ons weer opeten. Oké, nee, hij loopt wel echt weg. Dat is jammer. Oké, goed. Ik ben weer in mijn homestable. Of nou, ik ben onderweg naar mijn homestable. Want dan kunnen we hopelijk vanaf hier de eenhoorn zien. Ja, kijk hoe mooi. Dat ziet er veel beter uit. Gewoon zoals die hoort te zijn. Maar heel gek. Het lukt niet buiten het, ja, buiten het terrein. Beetje raar. Maar ja, gaan we eventjes uitzoomen. Tantaradadam. Zo, kijk, zo ziet hij eruit. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Was dat zo, doe dan eventjes een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet om te abonneren op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, dat zou ik echt super leuk vinden. Want we zijn op weg naar 30.000 abonnees. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan zeker. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei!